Hoi, leuk dat je kijkt. Een keer een ander soort video dan dat jullie normaal gesproken van mij gewend zijn. Ik ga vandaag geen kapsel maken, maar ik ga gebruik maken van flash tattoos. Dat zijn die zilveren en gouden plaktatoeages. En ik heb mijn bij de Action gekocht. En wat ik ga doen, ik ga een gave festival look maken. Want ook aankomende zomer is nog steeds wel heel erg in om echt zo'n tof festival lookje na te maken. En ik heb ervoor gekozen om nu de flash tattoos te gaan gebruiken in mijn gezicht. Normaal gesproken zou je dat misschien niet zo snel doen. Je zou misschien kiezen voor je armen of je benen of wat dan ook. Maar ik ga laten zien hoe je hem op een gave manier kunt toepassen in je gezicht. En ook dat je op die manier de illusie kunt wekken van een haarbandje of wat dan ook zonder dat je die in hebt. Dus eigenlijk kun je je haar dan net nog een beetje toffer maken op die manier. Ik ga jullie gewoon alles stap voor stap laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Kijk gezellig mee. Allereerst wil ik een illusie gaan wekken van een haarbandje en ik gebruik daarvoor deze gouden pijltjes. En die ga ik zo op mijn voorhoofd doen. Dus je gaat hem even eerst afmeten op grootte. Ik heb hem een beetje nodig tot en met hier ongeveer, want mijn lok valt er overheen. Dus je hoeft hem niet per se helemaal door te trekken. Dus ik knip hem gewoon even af. En dan zo strak mogelijk langs de figuurtjes. En nu moet je hem hier natuurlijk ook afknippen. Maar dan is het handig om eerst even het doorzichtige folietje er een stukje af te trekken. Anders krijg je die moeilijk te pakken. Dan knip je hem af. Wat ik dan even doe is mijn haar even opzij. En dan haal ik deze er helemaal vanaf het folietje. En dan zet ik hem hier tegen mijn haargrens aan. En dan is het even de bedoeling om hem goed stevig vast te houden. En dan met een nat washandje of een nat doekje ga je hem aandeppen. En je moet zorgen dat hij heel goed nat wordt en dat je ook niet te snel hem eraf trekt. Ik was net te ongeduldig en toen trok ik hem door de midden. En toen kon ik eigenlijk weer overnieuw beginnen. Zorg ervoor dat goed dat water is doorgedrongen. En echt even de tijd nemen voor dat papier om dan echt week te worden. Ja, dit is één. En dan kun je hem heel voorzichtig een beetje aanduwen met vochtige vingers. Dan weet je zeker dat je er niet aan gaat trekken. Je ziet dat hij hier nu niet helemaal doorloopt. En hier zit hij bijna tegen de haargrens aan. Dit heb ik natuurlijk expres gedaan omdat ik een lok heb. Mocht je nou het wel fijn vinden om door te trekken, dan kan dat natuurlijk ook. Want daar was in principe wel lang genoeg. Kijk, nu zit hij zo. Dan heb je al echt een beetje het idee van een haarbandje. En ik heb hem vrij hoog gedaan. Dat heeft meerdere redenen. Ten eerste vind ik het wel gaaf. Kijk, als je een haarbandje doet, zit hij natuurlijk ook hier. Maar het zorgt er nu voor dat je gewoon je wenkbrauwen en zo gewoon kunt bewegen. Zonder dat hij gaat rimpelen of eraf gaat komen. Want je moet natuurlijk wel daaraan denken dat je in je gezicht veel uitdrukkingen hebt. Dat is natuurlijk anders dat het natuurlijk op je arm zit. Dat is een recht stuk huid waar eigenlijk niet zoveel mee gebeurt. Maar in je gezicht gebeurt natuurlijk heel erg veel. Geldt ook als je hier natuurlijk bijvoorbeeld sterretjes doet of zo. Elke keer als je lacht, dan gaat dat toch natuurlijk een beetje rimpelen. Dus dat is ook de reden dat ik hem wat hoger heb gedaan. Maar ik vind hem zo wel heel erg cool vallen, moet ik zeggen. Dan kan mooi die lok, die kan er dan zo overheen. Ik vind het nu wel leuk om hier wat sterretjes te gaan doen. En die doe ik eigenlijk op de plek waar ik hier mijn highlighter heb. Ga ik wat sterretjes plakken. En er zitten gouden en zilveren bij. En wat zal ik doen? Ik vind denk ik wel leuk om te beginnen met een paar gouden en misschien dan ook een zilveren erbij. En die knip ik zo strak mogelijk uit langs die randjes. Zodat je zo min mogelijk van dat doorzichtige plakspul eigenlijk op je gezicht hebt. Zeker in je gezicht, omdat je natuurlijk veel uitdrukking in je gezicht hebt, kun je het beste gebruik maken van kleine figuurtjes. Dus niet te groot. Want dan zijn ze natuurlijk ook niet zo beweegzaam als het ware. Dan komen ze er sneller af. Even kijken, wat is leuk. Ik vind hem hier wel leuk. Ik pak weer even een doekje. En dat is het enige nadeel, vind ik, met
deze tattoos is dat je natuurlijk weer met water in je gezicht moet werken als je helemaal je make-up op hebt. Daarom gebruik ik expres een washandje met, ja, dat je net het kleine hoekje kan deppen. Ik vind dat met een handdoek, die is vaak wat dikker, toch wel lastiger. Je kunt ook bijvoorbeeld, als je een schoon vaatdoekje hebt, dus zou je die kunnen gebruiken. Omdat je dan echt een heel klein puntje hebt, dan kun je echt ja, alleen het papier nat maken en niet je gezicht. Hij is behoorlijk nat en hij drupt ook wel een beetje, maar ik zorg er expres voor dat het niet over mijn gezicht heen loopt, het water. Een sterretje. Weer even met je vochtige vinger aanduwen. En ja, we gaan er wel nog een bij doen. Een grote of een kleine. Ik ga voor de kleine. Nog best wel natuurlijk wat extremer als het gaat om festival. En volgende week een hele speciale video. Ik heb namelijk een nieuw projectje. En ik neem jullie mee voor een kijkje achter de schermen. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Doei!